Meer dan 100 reizigers trokken dinsdag een sprintje op Amsterdam Centraal. Ze probeerden de snelste tijd neer te zetten op een parcours van NS High Speed in de stationshal. De deelnemers konden daarmee een treinreis voor 2 personen winnen naar de Olympische Spelen van Londen 2012. 2:43. 1,98. Ik heb 3:30 gelopen. Dat is ver beneden mijn normale status. Reizigers kunnen vandaag op het NS High Speed Sprintparcours 2 tickets naar Londen winnen als ze de snelste zijn in hun categorie. Er zijn 5 categorieën. 0 tot 12 jaar, 12 tot 65, 65 plus, mannen in pakken en dames op hakken. De officiële Olympische mascottes Wenlock en Mandeville waren speciaal voor de actie naar Amsterdam gekomen. Het was voor het eerst dat ze een bezoek aan Nederland brachten. Samen met Champ, de mascotte van het NOC-NSF, moedigden ze de deelnemers aan. NS en NS High Speed zijn al een aantal jaren partner in sport van NOC-NSF. Dat betekent dat we naast dat we alle sporten in Nederland ondersteunen, natuurlijk ook het Olympisch team in Londen ondersteunen. En trouwens ook weer terugbrengen naar Nederland. Reizigers die niet snel genoeg waren in de sprint kunnen alsnog een treinkaartje naar Londen 2012 bemachtigen. De actie in Amsterdam vormde namelijk ook het startschot voor de voorverkoop van NS High Speed tickets naar de zomerspelen. Om een ticket te reserveren kunnen reizigers naar www.nshighspeed.nl gaan. Klikken op Londen 2012 en daar vinden ze een inschrijfformulier. De Olympische Spelen in Londen worden van 27 juli tot en met 12 augustus 2012 gehouden.